natuurlijk te bespreken hoe je nu kunt differentiëren en daarmee rekening kunt houden met de ongelijke of gelijke kansen van leerlingen. Erin komt zo meteen. Ik ga jullie even meenemen in wat ideeën hierover. Dus het thema van deze, ik noem het even masterclass, is hoe kunnen leerkrachten het best differentiëren om alle kinderen gelijke kansen te bieden. Een heel belangrijk thema. Er wordt heel veel werk gemaakt van de gelijke kansen in het onderwijs. Iedereen heeft daar bepaalde ideeën bij, hoe ernstig het probleem is, wat we daaraan zouden kunnen doen. De onderwijsinspectie schreeuwt moord en brand over dit probleem. En de praktijk van het onderwijs moet dat oplossen. Dus het onderwijs heeft de taak om iets te doen aan ongelijke kansen in de praktijk. Nou, aan leerkrachten is specifiek de opdracht om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen in de klas en daarmee bij te dragen aan gelijke kansen. Een hele ingewikkelde opdracht. En dat gaan we in deze masterclass gaan we dat verkennen. Stel straks gerust vragen over dit ingewikkelde probleem. Nou, differentiatie is een heel belangrijk concept, maar ook een heel moeilijk concept. Je kunt op verschillende niveaus kun je rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Je kunt leerlingen groeperen in onderwijsstromen, in type scholen. Maar waar we het nu over gaan hebben, is het omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas, in de setting van een gemengde, een heterogene brugklas of basisschoolklas, waar kinderen met verschillende tempo van leren, verschillende niveaus van intelligentie, motivatie, allerlei verschillen bij elkaar zitten en waar de leerkracht de taak heeft om daar rekening mee te houden. Nou, je kunt op heel veel verschillende manieren rekening houden met verschillen. Je kunt geen rekening houden met verschillen door gewoon de klas als geheel te zien en alle leerlingen mee te nemen in eenzelfde leerlijn, waarin de doelen voor iedereen hetzelfde zijn, het tempo is hetzelfde. Dat kan op heel veel momenten, kan dat. Zeker als je met onbekende stof bezig bent of je hebt taken waarin niveauverschillen niet zo'n grote rol spelen. Maar in heel veel situaties moeten we toch nadenken over het aanpassen van ons onderwijs aan variatie tussen leerlingen. Sommige leerlingen die hebben de stof snel door, anderen die hebben meer uitleg en meer ondersteuning nodig bij het leren. En daar hebben we als praktijk, als leerkrachten, moeten we daar iets mee. Dus naast klassikale settings kun je ook nadenken over het werken in niveaugroepen, waarbij er verschillen zijn in tempo en in moeilijkheidsgraad van de taken die je leerlingen laat uitvoeren. Dat komt in de praktijk heel erg vaak voor, omdat leerlingen nou eenmaal verschillen. Dus je kunt dat doen in homogene groepen, waarbij je kinderen met hetzelfde tempo of hetzelfde voorkennisniveau bij elkaar zet. Of je kunt juist gebruik maken van die verschillen door kinderen met verschillende achtergronden, verschillende kenmerken bij elkaar te zetten en van elkaar te laten leren. Dat zijn allemaal overwegingen die je daarbij kunt gebruiken. Van wat wil ik nou dat de kinderen leren en hoe wil ik dat aanpakken? Je kunt ook het leren helemaal individualiseren door elke leerling te laten leren op eigen tempo en met eigen opdrachten die passen bij de voorkennis en interesses van leerlingen eventueel. Dat is het persoonlijke, gepersonaliseerde, geïndividualiseerde leren. En dat is differentiatie in optima forma, elke leerling zijn eigen leerproces. Nou, wat in de praktijk gebeurt, is dat leerkrachten allerlei overwegingen meenemen in keuzes die ze maken bij het differentiëren. En dat zijn overwegingen die te maken hebben met de keuzes voor doelen en voor werkvormen, waarmee je denkt dat jij de doelen die je zelf stelt voor leerlingen het best kunt realiseren. Ik neem jullie mee in een aantal overwegingen en daarna zal ik specifiek die overwegingen vertalen naar het probleem van gelijke kansen. Want het zijn hele specifieke overwegingen die daarbij een rol spelen. Goed, de eerste overweging bij differentiatie is de overweging: wil ik bij alle leerlingen dezelfde doelen bereiken? Want als dat zo is, dan moet je werken aan bij alle leerlingen werken aan hetzelfde doel. En dan ga je bij alle leerlingen net zo ver in de ondersteuning en instructie en begeleiding, totdat alle leerlingen die leerdoelen hebben behaald. Dat kan bij de ene sneller zijn dan bij de andere. Of je kunt ervoor kiezen juist om die gemeenschappelijke leerdoelen te divergeren. Dat je zegt, nou, sommige leerlingen kunnen aan andere doelen werken, misschien hogere cognitieve doelen of wat meer creatieve doelen dan andere leerlingen. En ik pas de doelen aan op de kenmerken van leerlingen. Dat is een overweging die je kunt hanteren bij de keuze voor jouw differentiatievorm. Een tweede overweging is de overweging, op welke gronden kan ik mijn differentiatie het beste inrichten? Heb ik goede informatie over leerlingen om mijn differentiatiebeslissing op te baseren?
Kan ik adequate inschattingen maken van de behoeften van leerlingen? Dat is ook een belangrijke overweging, omdat je daarmee ook grip krijgt op de variatie die nodig is om aan te sluiten bij de leerlingen. De derde overweging die je mee kunt nemen is de vraag, wil ik uitgaan van verschillen? Wil ik de verschillen van leerlingen als uitgangspunt nemen voor onderwijs? Of wil ik juist compenseren voor verschillen? Wil ik de verschillen die leerlingen meenemen naar school, wil ik die kleiner maken? Dus dat is de vraag die een beetje raakt aan dezelfde doelen voor alle leerlingen. Wat wil ik nou eigenlijk met verschillen tussen leerlingen doen? Mogen die er zijn? Ga ik daarop door? Of wil ik zoveel mogelijk die verschillen kleiner maken en leerlingen meenemen in een gemeenschappelijk verhaal? De vierde overweging is de overweging hoe alle leerlingen uitgedaagd en groeimogelijkheden kennen in mijn klas. Hoe kan ik ervoor zorgen dat elke leerling optimaal wordt uitgedaagd in mijn klas? En je moet eigenlijk twee beslissingen nemen bij differentiëren. Je moet de niveaus inschatten. Dus wat is de zone van actuele ontwikkeling? En wat is de zone van naaste ontwikkeling? Nou, deze overweging gaat vooral over dat tweede punt. Hoe ver kan ik gaan in het uitdagen van elke leerling? En hoe bied ik die mogelijkheden, die uitdaging aan al mijn leerlingen? Een andere overweging die je meeneemt in differentiatie is dat differentiatie effecten heeft op leerlingen, op hun zelfbeeld. Als je leerlingen in een bepaald groepje zet, dan doet dat iets met de leeridentiteit van een leerling. Dat is een goede leerling of juist een zwakkere leerling, een langzame of een snelle leerling. Het differentiëren heeft een psychologisch effect op de leerling. Dus je moet daarover nadenken, maar wat doet nou mijn differentiatie met de leeridentiteit van leerlingen? En tot slot heeft differentiatie ook effecten op de groep als geheel. Als je veel differentieert in dezelfde groepjes, dan krijg je een andere sociale dynamiek in jouw klas dan wanneer je kinderen veel meer mengt en met elkaar laat leren en de klas als een leergemeenschap beschouwt. Nou, dat zijn allemaal overwegingen die je bij elke vorm van differentiatie meeneemt. Maar specifiek bij differentiatie horen overwegingen die te maken hebben met verschillen tussen leerlingen in hun sociale achtergrond. Waar je iets mee moet doen in de klas om daar om alle kinderen gelijke kansen te bieden en niet te laten profiteren of beperken door het opleidingsniveau of de culturele achtergrond van de ouders. Dus daar horen specifieke overwegingen bij. Dus ik vertaal deze overwegingen even naar welke overwegingen dan, welke richting die overwegingen krijgen als je gelijke kansen wil realiseren. Nou, in de eerste plaats, en die neem ik dan even allebei samen. Als wij differentiëren, dan moeten we ons zeker bewust zijn van het feit dat inschattingen van leerlingen die wij maken en de verschillen waar we van uitgaan, dat daar een sociale achtergrond een rol bij speelt. De verschillen waar leerlingen mee starten, mee binnenkomen, die zijn voor een groot deel zijn die sociaal-economisch, sociaal-cultureel bepaald. Dus als ik uitga van verschillen, dan ga ik uit van ongelijkheid waarmee leerlingen de klas inkomen. Dat is een overweging die je kunt meenemen in je differentiatiekeuze. Ook als ik inschatting maak van leerlingen, dus ik maak een inschatting hoe vlot een leerling kan leren of welke taak hij het beste aan kan, dan zijn die inschattingen, die zijn voor een deel, worden die meegewogen, meegevoed door de sociale achtergrond van leerlingen. Want wij hebben hogere verwachtingen van kinderen met hoogopgeleide ouders. Kunnen die kinderen zelf niks aan doen, maar het is wel een manier hoe wij als leerkrachten naar leerlingen kijken. Ten derde weten we uit onderzoek dat het compenseren van verschillen, dat dat meer bijdraagt aan gelijke kansen dan het uitgaan van verschillen. Dus als wij werk willen maken van gelijke kansen, moeten we wat meer een convergent perspectief op differentiëren erop nahouden dan een divergent perspectief. Juist omdat die verschillen waar we van uitgaan, die sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis kennen. Vierde overweging die je kunt meenemen is dat leerlingen in lagere niveaugroepen, en dat zijn vaak de sociaal zwakkere leerlingen, die ervaren minder uitdaging en groeimogelijkheden in een klas. Dus als we naar interacties in de klas kijken, dan zien we dat kinderen in de laagste niveaugroepen minder uitgedaagd worden. We hebben daar een lagere verwachting van als het gaat over de groeimogelijkheden. Ook die psychologische effecten die doen juist spelen die een negatieve rol bij die lagere niveaugroepen, dat leerlingen in lagere niveaugroepen een minder positief zelfbeeld ontwikkelen. En als we dat niveau denken toepassen
door leerlingen met minder gunstige sociale achtergronden in lagere niveaugroepen te zetten, dan werken we op die manier aan een minder positief zelfbeeld van kinderen met laag opgeleide ouders. En waar we rekening mee moeten houden is dat niveaudifferentiatie, dus het werken in aparte niveaugroepen, dat dat de sociale cohesie in een klas kan bemoeilijken en dat je daar die negatieve effecten op sociale cohesie mee kunt aanjagen. Dus als je veel in vaste groepen werkt, dan heeft dat een negatief gevolg voor de sociale cohesie en integratie van leerlingen in de klas. Dit zijn allemaal overwegingen en inzichten uit de wetenschap. En dan is het heel interessant hoe in de praktijk van het onderwijs leerkrachten met dit soort overwegingen werken en differentiatiebeslissingen nemen, waarmee ze alle kinderen optimale kansen bieden. Dus daarom wil ik Erin het woord geven om te laten zien hoe zij met die overwegingen in de praktijk aan de slag gaat. Mijn naam is dus Erin Niezing en ik ben sinds 3 jaar nu fulltime leerkracht op een basisschool in Graven, op de Raamdonk. En voordat ik fulltime aan de slag ging, heb ik eerst mijn master onderwijskunde gedaan en heb ik mijn masterscriptie geschreven bij Eddy, onder andere over differentiëren bij rekenen. En daar was me best wel veel dingen opgevallen, waardoor ik mezelf heel erg bewust ben geworden van mijn differentiatie. En hoe ik dat dus aan wil pakken. Kleine achtergrond. De school heeft 217 leerlingen, die verdeeld over 9 groepen. En ja, de school staat in een beetje tussen wijken in, waarbij er dus gewoon hele grote verschillen zijn tussen sociaal-economische status van de kinderen. Dus ik ook in mijn klas, in mijn groep 7 met 19 leerlingen. Ik heb kinderen waarbij de moeder in de bijstand zit, oudergezin. Maar ik heb ook kinderen in mijn klas waarvan de vader tandarts is en de moeder fysiotherapeut. Het is gewoon hele grote verschillen in dat stukje. Ik ga het zo meteen hebben over hoe ik differentieer bij rekenen. Wij werken met Snapit, hebben we nu net een nieuwe Wereld in Getallen 5. En met Begrijpend Lezen hebben we de methode Leeslink. En ik zeg de methodes er even bij, omdat die wel toch een soort van invloed hebben op je dagelijkse praktijk, met wat je aanbiedt en hoe je werkt. Differentiëren bij rekenen. Ik wil iets bereiken. Ik wil bereiken dat ik alle kinderen... Ik ben ervan overtuigd dat ik alle kinderen alle doelen kan leren. Alleen duurt het bij de een misschien wat langer of gaat het wat moeilijker dan bij de ander. Maar aan het eind van mijn les wil ik... Of misschien dat ik wat langer over één lesdoel doe. Maar aan het eind van de les wil ik dat ieder kind het lesdoel beheerst. Op die manier bied ik dus in principe aan alle kinderen hetzelfde lesdoel aan. Maar... ik moet wel ook rekening houden met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Hoe ga ik dat dan doen? Nou, ten alle tijde heb ik gewoon hoge verwachtingen van mijn leerlingen. Ik wil, doordat ik met die insteek erin ga, weten ook de kinderen dat ik dat van hun verwacht. En straal ik dat denk ik ook naar hen uit. Ik begin mijn rekenles eigenlijk altijd met een korte klassikale instructie. Waarbij ik al heel veel informatie krijg van de kinderen. Ik probeer hun gezichten te lezen, of ze mijn instructie oppakken of niet. Ik geef ook vaak al wat opgaves die ze dan op een wisbordje moeten maken, die ze omhoog houden, zodat ik al meteen kan zien van wie heeft het begrepen, wie nog niet. Waardoor ik dus heel snel kan zien, deze kinderen die snappen dit lesdoel al, deze kinderen misschien nog niet. Vervolgens is er in veel methodes, ook in Wereld in Getallen, wordt er aangegeven dat je verlengde instructie gaat geven. Daarvoor heb je niveaugroepen gemaakt. En die kinderen komen bij jou in je instructietafel zitten en die krijgen verlengde instructie. Ik doe dat anders. Ik vraag van, wie heeft het nog niet begrepen? Wie wil er nog extra uitleg? Wil het nog een keer samen met mij doen? Om het op die manier wel ook te gaan begrijpen. Dus ik heb dan een deel van de kinderen die aan de slag gaat en een deel nog niet. Waar op die manier ik dus eigenlijk rekening hou, geen rekening bijna hoeft te houden met die achtergrondkenmerken van de leerlingen uit overweging 2 die Eddy heeft genoemd. Dus bij inschattingen van behoeften van leerlingen spelen achtergrondkenmerken een rol. Die zijn voor mij op die manier, doordat kinderen het zelf voor een deel bepalen en ik heb gezien of ze het hebben begrepen of niet door een korte check met een opgave, weet ik gewoon welke kinderen nog extra uitleg nodig hebben. En dat is dus per lesdoel verschillend. Wat heel mooi is om te zien, maar daar kom ik straks verder op. Ik heb dus geen vaste niveaugroepen. En het verschilt dus per les dat er kinderen bij mij aan tafel komen zitten.
Waardoor er ook niet kinderen zijn van, ja, maar jij moet altijd bij de juf, dus jij bent minder goed in rekenen. Het betekent niet dat ze bij mij aan tafel dat ze niet kunnen rekenen. Het betekent dat ze het lesdoel misschien nog niet kunnen. En op die manier kom ik dus ook heel vaak tegen dat als kinderen dan aan die verlengde instructie komen zitten, van hey, zit jij hier ook? Oh, maar jij begrijpt het dus eigenlijk ook nog niet zo goed. Ze zijn eerder verbaasd om elkaar daar tegen te komen dan dat ze weten, oh, maar wij moeten nu hier gaan zitten. Dus dat geeft een heel andere manier om daarmee om te gaan. Ik heb dus wel oog voor de verschillen. Natuurlijk moet er wel gedifferentieerd worden, want kinderen die het snel hebben opgepakt, mijn instructie, die kunnen ook sneller aan de slag. Die hebben niet nog die extra uitleg nodig. Kan je ervoor kiezen, je hebt je les af, dus je gaat aan andere doelen werken. Maar doordat ik met Snapit aan de slag ben, die kinderen worden meer uitgedaagd in het krijgen van moeilijkere getallen. Dus nou, een paar weken geleden hadden we het lesdoel, ik kan een deel van een geheel berekenen met breuken. En kinderen die snel aan de slag konden, nou, die waren zo door de les heen, die hadden zo een opgave gemaakt. Dan gaat Snapit moeilijkere sommen aanbieden. Maar dan niet door een totaal te berekenen op basis van een deel, maar door ze de som te geven, bereken maar eens 1/12 van 54.000. Het is gelukt. Maar ik had ondertussen ook kinderen die het nog lastiger vonden, die dan opgaven kregen als bereken 3/4 van 44. Hetzelfde lesdoel, maar op een heel ander niveau. Dus de uitdaging zit er meer in de moeilijkere getallen dan dat ze verder in de stof gaan van groep 7. Waardoor het verschil niet per se groter, of ja, ook misschien niet per se kleiner, maar in ieder geval zeker niet groter wordt, want ze gaan niet sneller. En wat ik dus heel belangrijk vind, ik heb geen vaste niveaugroepen. Methodes werken met 1, 2, 3 ster groepen. In mijn masterscriptie kwam ik heel veel labeling tegen. Het was een 1 ster kind, 3 ster kind, verrijkingskinderen. Dat soort labels kwam ik tegen. En ik probeer die heel bewust niet te gebruiken. Ik heb het eigenlijk nooit over 1 ster groep of wat dan ook. Het is gewoon, je komt nog even extra verlengde instructie halen. Wat dus heel erg werkt bij dat positieve zelfbeeld, waar we het bij overweging 5 over hadden. Leerlingen in lagere niveaugroep ontwikkelen een minder positief zelfbeeld. En dat is ook iets wat ik heel erg terugzie bij mijn leerlingen. Ik heb dit jaar voor het tweede jaar mijn groep. En ik kreeg ze in groep 6 binnen. En ik had er echt best wel veel kinderen bij zitten die overtuigd waren dat ze niet konden rekenen. Gewoon niet. En één meisje bijvoorbeeld. Op het moment dat ik mijn rekenles had gegeven, mijn instructie had gegeven en ik ging verlengde instructie geven, trok ze de capuchon over haar hoofd, ging koptelefoon ging op en ze weigerde. En die had ik binnengekregen, ook met de overdracht. Zwakke rekenaar, weigert de verlengde instructie te volgen, heeft het wel nodig, ze komt gewoon niet aan je instructietafel zitten. Iets meer dan een jaar later, ze is ervan overtuigd dat ze wel kan rekenen, dat ze wel kan leren. En ze komt regelmatig juist naar mijn instructietafel toe om verlengde instructie te vragen. Ik denk dat dat wel een groot verschil teweeg heeft gebracht door haar niet bij elke les standaard aan mijn instructie te vragen, verlengde instructie te vragen, maar juist haar de keus te geven. Hetzelfde geldt met de andere jongen, daar die ik zei ook, ik kan niet rekenen, juf. Dat was een van de eerste dingen die hij vorig jaar tegen me zei. En nu heeft hij zo hard zijn best gedaan, hij was ook altijd met de CITO-toets op maat getoetst, dus hij maakte altijd, bijvoorbeeld eind 5, dan maakte hij eind 4 de CITO-toets. Dat we hem eind vorig jaar besloten door te toetsen. Dus hij moest als enige nog een extra reken-CITO maken. En in eerste instantie zei hij, ja, daar heb ik geen zin in. Zei ik, maar dan kun je wel meer laten zien wat je kan. Zei hij, kom maar op, ga het doen. En hij scoort nu echt veel hoger op een CITO-toets. Dus nou ja, wat er voor ons toch een soort van graadmeter is of ze kunnen rekenen of niet. Dus ja, ik ben heel blij met nou, in ieder geval deze twee voorbeelden, dat deze kinderen zoveel positiever naar rekenen kijken. Dan bij begrijpend lezen pak ik het een beetje anders aan. Wel weer zonder vaste niveaugroepen, absoluut niet. Toen ik mijn groep binnenkreeg, vroeg ik, wat vind je het leukste vak? Iedereen zei gym. Wat vind je het stomste vak? Iedereen zei leeslink. Ze vonden het verschrikkelijk. Wilden het gewoon eigenlijk het liefst niet doen. Ik dacht, daar moet ik iets mee. Dus wat wil ik met ze bereiken? Ik wil dat de leerlingen plezier hebben in het doorgronden van een tekst. Het begrijpen van die tekst. Dat ze het plezier terugkrijgen.
Nou ja, klein stukje even achtergrondinformatie over Leeslink. Het werkt per week met een ander doel. Er zijn er 7. Het leesdoel bepalen, voorspellen, kennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten. De eerste 3, leesdoel bepalen, voorspellen en kennis ophalen, die spreken voor de kinderen vaak redelijk voor zich. Daar heb ik dan ook redelijk vaste wijze hoe ik dat doe. Korte instructie over toch een stukje theorie die die les wordt aangeboden. En dan deel ik de kinderen in 2 tallen. Maar niet op basis van begrijpend leesniveau, maar op basis van technisch leesniveau. Kinderen die moeite hebben met lezen is vaak ook lastiger om te begrijpend lezen. Omdat ze al heel erg zitten op, kan ik überhaupt die tekst decoderen? Door ze een soort van leesmaatje te geven, neem ik dat stukje weg. Dus die achtergrondkenmerk van misschien niet goed kunnen lezen, die voorwaarden voor begrijpend lezen, die is er niet meer. Dus ze kunnen nog steeds die tekst gaan begrijpen. Wat dus weer een stukje ook compenseren voor verschillen is tussen kinderen. Die overweging 3. En ik werk dus niet met vaste niveaugroepen. Als er leerlingen bij die eerste drie weken bij mij aan de instructietafel zitten, dan is het puur omdat ze met een 2-tal zitten en er meer plek is in de klas dan. Dat is de enige reden eigenlijk waarom ze aan mijn verlengde instructietafel komen zitten. Bij de andere 4 doelen, die zijn veel ingewikkelder. Die abstracter. Denk aan verwijswoorden kunnen begrijpen. Een goede vraag stellen bij een alinea, waarbij het antwoord in de tekst moet staan. Schematiseren, oorzaak-gevolgrelaties, samenvattingen. Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? Daar heb ik ze vaak gewoon echt wel meer moeite mee. Ook daarbij hanteer ik geen niveaugroepen. Ik geef mijn les. Ik ben heel van het moddelen. Ik doe het voor. Beschrijf mijn denkstappen. En vervolgens zijn er ook natuurlijk bij deze doelen kinderen die het makkelijker oppikken dan kinderen die het misschien wat moeilijker vinden. Maar juist die kinderen heb ik nodig om ook hun denkstappen te laten verwoorden. Zodat het voor andere kinderen misschien toch net iets meer begrijpelijk wordt dan wanneer ik het alleen maar zeg. Dus daarmee hou ik wel rekening met de verschillen. Maar niet door ze na mijn les nog per se van jij hebt verlengde instructie nodig, want jij scoort een 5 op CITO. Die gedachte heb ik niet. En net als bij rekenen kan het heel goed zijn dat ik vragen kinderen van willen jullie nog extra's uitleggen? Willen jullie nog een stukje samen doen? Op het moment dat er andere kinderen aan de slag gaan en opnieuw laten kinderen dan zelf kiezen van wil ik het zelf proberen? En geef ik ze dus het zelfvertrouwen van nou, ik denk dat je dat wel kan. Of zeg ik, kom toch nog even, doe nog even eentje samen. Als ik tijdens mijn instructie heb gemerkt dat aan de lichaamshouding, aan het gezicht, van volgens mij vind je het nog lastig. Dus ik ben eigenlijk voornamelijk op technisch leesniveau meer aan het differentiëren dan op begrijpend leesniveau. En ook hierbij, wat zie ik terug bij leerlingen? Hele concrete dingen. Ze vinden het ineens leuk, begrijpend lezen, want ze kunnen het samen doen met de juf. En de juf die doet dan zoveel voor. Ik probeer het ook heel betekenisvol te maken, het nut heel duidelijk aan te geven. Leerling met dyslexie klapt eerst finaal dicht. Nu heeft ze een leesmaatje, ze loopt niet meer tegen het technisch lezen aan. En heeft gigantische sprongen gemaakt in begrijpend lezen. Want ze heeft ineens iets van, maar kan het wel? Ik begrijp wel wat er staat, maar kan het alleen nog niet zo goed lezen. Maar ze maakt gigantische sprongen. En een andere jongen bij mij uit de klas, die had echt heel weinig zelfvertrouwen ook in het kunnen begrijpend lezen. Die moest elke les weer aan die verlengde instructietafel komen zitten. En heel concreet, CITO gegeven, zij kwam bij mij binnen, scoorde begin groep 4... eindgroep 6 scoort hij tussen eindgroep 6 en M7 in. Dus dat is gewoon een gigantische sprong die hij heeft gemaakt afgelopen jaar, ondanks corona. Maar dat zit bij hem voor zo'n groot deel gewoon puur in zijn zelfvertrouwen en ik kan het wel. En daar ben ik wel heel erg trots op eigenlijk, stiekem. Om het samen te vatten, is Eddie weer aan de beurt. Ja, we zien heel mooi in hoe je in de praktijk de wetenschappelijke inzichten meeneemt in je hoofd. Van hoe moet ik hier nou op een verantwoorde manier omgaan met de verschillen tussen leerlingen in mijn klas. Je hebt het zelf gezien met onderzoek naar differentiatie bij rekenen. En we zien ook dat dit soort overwegingen een rol spelen bij het. Wat mij vooral dan opvalt is de psychologische effecten van het omgaan met verschillen.
Dus dat je echt het zelfbeeld en de leeridentiteit van leerlingen echt wel beïnvloedt door jouw manier van differentiëren. En dat dit manieren zijn waarin heel veel overwegingen die kunnen bijdragen aan gelijke kansen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dus ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld van de praktijk die ja, met de wetenschap ja, hand in hand gaat eigenlijk om de beste kansen voor alle leerlingen te bieden. Dus we staan open voor al jullie vragen, want er zullen vast wel manieren zijn om het op een andere manier te doen. Er zullen misschien ook wel vraagtekens zijn van ja, maar realiseer je het nu echt wel op deze manier? Dus we nodigen jullie vooral uit om ons kritisch hierop te ondervragen. Bedankt in ieder geval tot zover. Bedankt Eddy en Erin. Hanna Bijlsma die gaat jullie zometeen een aantal vragen stellen. Ik wil de kijkers thuis, klinkt dat mooi hè, graag uitnodigen om via je Zoom chatfunctie of de Q&A functie ook input te geven. We kunnen dat meenemen. Ik geef het woord aan Hanna. Ja, ja. Heel erg bedankt voor jullie lezing, voor jullie, nou ja, wat jullie verteld hebben. En wat ik vooral heel mooi vind, is dat jullie de theorie en de praktijk, en jij vanuit het theoretische perspectief, jij vanuit de praktijk, die koppeling maken, zoals je het zelf ook al zeggen. Dat is echt fantastisch. Dus hartelijk bedankt daarvoor. En ik heb de eer om jullie een aantal vragen te mogen stellen. Dat ga ik zeker ook doen. Misschien zijn er vanuit de kijkers thuis ook wel veel vragen, maar misschien dat ik die dan ingefluisterd krijg in mijn oortje, ik weet het niet. Die ik niet heb, maar dat geeft niet. Eerste vraag voor jou. Je hebt het over een heel aantal overwegingen die leerkrachten meenemen in differentiëren, maar ook overwegingen die ze meenemen als ze het hebben over gelijke kansen. Maar als ik het heb over differentiëren vanuit mijn eigen lespraktijk, want ik sta zelf voor de klas, ben ik niet alleen maar aan differentiëren in de les. Maar ben ik eigenlijk al aan het differentiëren vanaf dat ik mijn blok voorbereid? Bijvoorbeeld een blokvoorbereiding. Of ben ik al aan het differentiëren als ik een lesvoorbereiding aan het doen ben? En ook in de evaluatie van mijn les ben je ook bezig met differentiëren. In welke fase zijn die overwegingen nou het meest belangrijk om rekening mee te houden? Als je in de klas bezig bent, dan moet je zoveel verschillende dingen in de gaten houden en zoveel beslissingen nemen, dat er dan heel weinig tijd is om ergens heel lang bij stil te staan of diep over na te denken. Maar als jij in je manier van onderwijs voorbereiden en nadenken over het onderwijs wat je aan verschillende leerlingen gaat geven, als je dit soort overwegingen meeneemt, dan bouw je ook een soort professionele identiteit, wou ik bijna zeggen, op om het op deze manier aan te willen pakken. Dus wat denk ik niet werkt, is dat je iedere keer opnieuw dit lijstje met overwegingen bij iedere les moet gaan bekijken van hoe ga ik dit nou doen. Maar het moet eigenlijk in je zitten dat je op deze manier met verschillen wil omgaan. Yeah. Dus ik denk ook dat het blijkt ook wel uit het professionaliseringstraject. Dit zijn hele moeilijke dingen om te leren. En het kost heel veel oefening en reflectie om dit op deze manier van werken op te nemen en eigen te maken. Yeah. Ja, ja. Yeah. Ja, dat is. En wat je nu zegt, hè, wat Erin doet bijvoorbeeld in de klas, differentiëren, wat je heel mooi vertelt, hoe je dat zelf vormgeeft, dat is zoals je zegt een hele complexe leerkrachtvaardigheid. Dat is heel moeilijk om dat goed te kunnen. En dat vraagt inderdaad, wat je zegt, reflectietraining. Hoe kunnen we startende leraren en leraren die misschien ook nog op latere leeftijd moeite hebben met differentiëren, daar goed in begeleiden? Super goed werkt is met elkaar terugkijken naar opnames van jezelf. Dus het Teacher Expectation project van in Nieuw-Zeeland van Christine Ruby Davies, die laat het ook zien dat als jij videoopnames maakt van jezelf en je kijkt met deze kennis naar je eigen handelen, dat dat een hele krachtige leerervaring kan opleveren. Ja, ja, dat geloof ik ook. Mooie manier inderdaad. Ik denk dat er ook wel een deel in opleidingen al zit. Dat je in de opleiding om leraar te worden hier al aandacht aan zou kunnen besteden. En dat zou in mijn optiek wel meer kunnen. Ja, ja. Nou ja, en dat is ook lastig, hè? Want het is een complexe leerkrachtvaardigheid. En in de opleiding ben ik nog heel erg bezig met die basisvaardigheden. Klasmanagement, goede instructie geven. En het zou inderdaad heel mooi zijn als het de leraaropleidingen ook heel veel aandacht krijgt. Omdat het een belangrijke vaardigheid is. In mijn eigen opleiding, ik werd wel van mij verwacht dat ik in 3 niveaugroepen mijn lessen ging geven.
Dus het wordt aan de ene kant wel van je verwacht, maar later krijg je kennis waarbij je denkt van ja, maar als dat elke keer dezelfde zijn, dan is dat eigenlijk alweer niet de bedoeling. Dus ja. Dat kan wel meegenomen worden, denk ik, in opleidingen. Ja, ja. Dat stukje in ieder geval. Ja. Over het indelen van die niveau, of eigenlijk het niet indelen van niveaugroepen, wat jij dus hanteert in jouw les. Kunnen leerlingen eigenlijk wel een goed inschatten wat voor niveau ze eigenlijk hebben? Soms wel, soms niet. Dat verschilt. Maar daarom heb ik in mijn bij mijn instructies ook altijd wel die check van, hey, maar heb je het begrepen door ze een opgave te laten maken op een wisbordje waar ik kan zien, oké, maar als dit je lukt, dan zal de rest van de les jou ook lukken. En zie ik dat het niet lukt, dan nodig ik ze zelf uit. Oké, dus je kunt ze ook, jij kan ook initiatief nemen om ze aan de instructietafel te brengen. Ja, want je weet... Ook wel gebeurt het kinderen dat ze tijdens de les erachter komen, maar ik heb het toch nog niet zo goed begrepen, en dan alsnog aankomen sluiten. Oh ja. Ja. Heel flexibel, zeg maar. En heb je ook wel eens, dat is misschien ook wel een beetje een vraag voor jou, voor jullie beiden. Hoe meet je nou differentiatievaardigheden van leerkrachten, wat jij eigenlijk allemaal doet? hoe doe je dat? Dat is eigenlijk de vraag. En ik ben ook benieuwd naar je visie op het gebruik van leerlingperceptie erin. Want ik denk dat leerlingen heel goed kunnen aangeven wat zij zelf van de les vonden. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, de differentiatievaardigheid, we hebben het net zei het al, het is een hele complexe vaardigheid. Het heeft te maken met inschattingen kunnen maken. Het heeft te maken met nadenken over je organisatie van je onderwijs en hoe jij leerlingen tijdens een les coacht. Dus eigenlijk kun je niet zeggen van het is één differentiatievaardigheid, maar die bestaat uit verschillende onderdelen. Dus hoe kan ik leerlingen, hoe ken ik mijn leerlingen en weet ik welke leerling welke instructie prettig, passend vindt. Dat is één, het inschatten van de behoeften van leerlingen, of de leervoorkeuren of leermogelijkheden van leerlingen. Dat is een hele belangrijke vaardigheid. Daar kun je ook in trainen. Mm-hmm. En de volgende stap is van, oké, wat betekent dat dan voor de manier waarop ik dat in de klas organiseer? Want dan heb ik één leerling die ik dan misschien heel goed kan inschatten, maar ik moet wel die leerling ook weer onderwijs geven in het geheel van een klas. Dat is weer een hele andere vaardigheid. Dus eigenlijk kun je zeggen, differentiëren is lesgeven. Lesgeven is een complexe vaardigheid, differentiëren ook. En daar horen eigenlijk alle onderdelen van lesgeven horen daarbij. Ja. Dus ja, het is een moeilijk te beantwoorden vraag hoe je nou differentiatievaardigheden meet. Want, ja, eigenlijk het onderdeel van de hele les. Ja. En dat, precies. Ja. Een vraag aan jou. Ik heb geluisterd naar jouw lezing en jij bent academisch leerkracht. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. Je hebt heel veel kennis over differentiatie en vanuit je masterthesis. Hoe wordt er op jouw school gebruik gemaakt van die kennis? Op dit moment nog niet heel veel. Ik sta gewoon 5 dagen in de week voor de klas en doe mijn taken binnen de school. Als je schoolreis organiseren, die taken zeg maar. Maar is op dit moment bij mij op school nog niet heel veel ruimte dat ik zeg maar echt aan mijn collega's ook zoiets zou kunnen vertellen of zo. Wel in de dagelijkse praktijk dat je kan helpen met een stukje van, ik ga deze les geven, hoe pak jij dat aan? Dat is wel. Maar niet dat ik ze gewoon heel concreet vertel, bijvoorbeeld wat ik met mijn scriptie heb gedaan. Je hebt nog geen studiedag over differentiatie georganiseerd? Nee, we zijn bezig met onze visie vormen. Dus daar gaan eigenlijk alle studiedagen over. En, terwijl differentiëren daar een heel belangrijk onderdeel van is, maar er zijn nog niet hele concrete dingen, zeg maar. Nou, ik hoop van harte dat je schoolleider of je bestuurder gebruik maakt van die kennis die je hebt. Want het is echt enorm mooi wat je ook vertelt over hoe je dat, vooral ook hoe je de theorie gebruikt in je eigen lespraktijk en die koppeling maakt. Dus ik hoop dat nog gebeurt. Ja. Dat is ook een vraag voor jou. Wat me opviel in je lezing. Jij zei bij dat stukje over technisch lezen en begrijpend lezen, waarin je differentieert en hoe je dat uitlegde. Je gaf aan dat technisch lezen eigenlijk een voorwaarde is om te kunnen begrijpend lezen. En bij begrijpend lezen ga je dan differentiëren bijvoorbeeld door het vormen van maatjes. Namelijk dat iemand die nog niet zo goed technisch kan lezen, gekoppeld wordt aan iemand die wat beter kan technisch lezen, waardoor ze samen de tekst uiteindelijk kunnen gaan begrijpen. Ja. Maar daarmee los je het probleem natuurlijk nog niet op. Want degene die nog niet zo goed kan technisch lezen, daar werk je op dat moment niet aan. Hoe zorg je ervoor dat je dan op dat moment toch op een goede manier daaraan ook begeleidt? Het doel op dat moment is dat ze die tekst gaan doorgronden en dat met plezier doen. Zeg maar. Dat is mijn doel.
in zo'n begrijpend leesles. Mm-hmm. En mijn doel is niet op dat moment dat hun technisch leesvaardigheid beter wordt. Doordat ze die tekst daar niet heel lang mee bezig zijn om die te kunnen, überhaupt te kunnen lezen, kunnen ze veel meer nadenken over van, hey, maar welke vragen moet ik nou beantwoorden over deze tekst? Waar gaat de tekst nou over? Doordat hij door een klasgenoot is voorgelezen die misschien wat beter kan lezen. En ze het dus en meelezen en tegelijkertijd horen, krijgen ze gewoon die informatie veel meer binnen. Dat is niet ver. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar dat is wat ik zie in de klas. Ja, ja. Nee, ik kan je volgen. En ik denk ook wel dat het goed is dat je dat op die manier doet. Ik zou denken, nou ja, je moet ook toekerken aan het technisch lezen, maar dat is natuurlijk dan in een andere les dan aan de orde. Dat denk ik dan. We lezen überhaupt wel veel, hoor. Ze lezen zelf ook veel. En ze moeten ook gewoon meelezen. Het is niet zo van, oh ja, die leest voor, ik kan even leuk mijn neus gaan snuiten of zo. Dat is het niet. Ze moeten gewoon wel bezig zijn met die tekst. Ja. En wel met het lezen. Ja. Ja. Maar we gaan veel meer gewoon in op de vragen die erbij gesteld worden. Ja. Nou, dankjewel. Ik ga even kijken wat de kijkers thuis ervan vinden. Nou, er wordt een compliment gegeven. Goed verhaal, je hebt het goed aangepakt. Ik ben helemaal geen fan van niveaugroepen. Dus nou, de complimenten aan jullie, dat wordt er gezegd. De vraag die erbij staat. De lezing gaat over interne differentiatie. Hoe zit het met externe differentiatie? Ja, het is eigenlijk een verhaal op een ander niveau. Maar daar spelen ook overwegingen een rol. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de overgang PO-VO, waar kinderen voor een bepaald niveau worden gedetermineerd naar groep 8. Daar doen zich eigenlijk diezelfde overwegingen voor. Kinderen uit lagere sociale groepen, die gaan vaker naar het VMBO, ontwikkelen een lager zelfbeeld. De sociale cohesie tussen leerlingen uit verschillende sociale groepen, die wordt daar ook mee verkleind. Dus eigenlijk speelt de overwegingen die ik liet zien, die spelen eigenlijk bij elke niveau van differentiatie spelen die een rol. Ja, dus maar voor leerkrachten is het heel moeilijk om op dat macroniveau actief te zijn. Dus daar heb ik het met beleidsmakers over. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen gelijke kansen krijgen op dat meso- en macroniveau? Maar het verhaal is eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. Ja. Ja, die overweging kun je natuurlijk gewoon één op één gelijkstellen met die externe differentiatie. Ja. Ja. Nou, degene die de vraag stelt, die heeft het ook over hoogbegaafdheidsscholen, over SBO, SO-scholen. Ja. Nou ja, zijn er uiteindelijk meer gelijke kansen of juist niet? Of verschilt dit ook nog weer per doelgroep? Nou, in de algemeenheid kun je zeggen dat als er in hokjes wordt gedifferentieerd, dus speciale klassen of scholen of niveaugroepen, dat je daarmee altijd de hoogste groep bevoordeelt. Want die gaan er vandoor op hun snelle tempo, hoge niveau. En dat gaat ten koste van de lagere niveaus. En dat heeft ook mee te maken dat de moeilijkheidsgraad van de uitdaging lager is, dat het zelfbeeld van leerlingen lager wordt. Dus het mengen heeft vaker voor de zwakkere leerlingen veel groter effect dan dat het scheiden voor de hoogste groepen effect heeft. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen, van als het dan gaat over die trade-off, is het bij elkaar houden van leerlingen uiteindelijk voor iedereen het beste. Ja, oké. Okay. Nou, interessant. Dit werd even improvisatie. Even kijken hoor. Ik lees de vraag even door. Even voor. Wordt er ook nog gekeken naar peer tutoring? Ik hoor met name differentiatie, zodat ook de sterke leerlingen extra uitgedaagd worden. De moeilijke lesstof. Maar een sterke leerling die een zwakke leerling helpt, lijkt me ook uitdagend. Stof uitleggen is altijd moeilijker dan oefening maken. En lijkt me ook beter voor sociale cohesie in de groep. Dus wordt er ook gekeken naar naar die peers, hoe ze samenwerken. Ja, daar ben je het mee eens. Dat lijkt me ook, want dat is ook goed. Ja, nee, dat is ook, ook een mooie manier om te differentiëren. Dat je op die manier in de taxonomie van Bloom eigenlijk in een hogere orde denkvaardigheid gaat zitten. Door het uit te leggen en door het uiteindelijk te gaan creëren. Dat is natuurlijk ook een manier om... Daar wil ik wel even op ingaan. Want die taxonomie van Bloom is heel interessant. Mm-hmm. Omdat je hebt allerlei niveaus van vaardigheden. Maar wat we vaak, de valkuil die we vaak, waar we vaak intrappen, is dat die hogere orde cognitieve vaardigheden, dat we die bewaren voor het onderwijs aan de best presterende leerlingen. Maar ook die zwakkere leerling, die kan ook wel een keer iets uitleggen of reflecteren of analyseren. Dus ik zou die hogere orde vaardigheden niet willen koppelen aan het niveau van presteren. Maar dat je ook nadenkt, en dat is heel moeilijk, en dat zit ook in die uitdaging voor iedereen, dat alle leerlingen op alle cognitieve niveaus
kunnen leren. Ja. En dat zien we te weinig. We zien te vaak dat bij lagere prestatieniveaus, dat het veel meer de lagere orde vaardigheden zijn. Ja. Oefenen en herhalen. En onthouden. En dat hoeft niet per se. Nee, interessant. En ik denk ook dat het een enorme succeservaring is voor leerlingen om iets uit te mogen leggen aan iemand. Ja. En om iets te mogen toe te passen. Daarom is het ook goed om af en toe, want je moet niet altijd hetzelfde doen. Maar je kunt ook af en toe leerlingen met hetzelfde prestatieniveau bij elkaar zetten. Omdat die aan elkaar dan kunnen uitleggen. Anders heb je altijd een soort vaste rolverdeling, dat de best presterende leerling altijd de uitlegger is. Ja. En dat, in die routines moet je dan, en die vaste patronen moet je ook weer niet schieten. Ja. Ja. Dus je moet daarin wisselen. De ene keer doe je het zus en de andere keer doe je het zo. Nou. Ja, om daarop aan te haken, het hoeft niet per se bijvoorbeeld zo te zijn. Ik heb ook wel kinderen in mijn klas die wat heel sterk zijn in technisch lezen, maar niet zo goed zijn in begrijpend lezen. Maar die ik dan bijvoorbeeld weer koppel aan iemand die misschien moeite heeft met technisch lezen, maar wel wat beter kan begrijpend lezen. Dus het kan heel erg wisselen in hoe je ze koppelt. En als je ze altijd maar, jij kan heel goed technisch lezen, dus ik moet met jou. Of ik laat altijd bepaalde kinderen dingen uitleggen aan kinderen die het niet zo snappen. Dan krijg je juist ook weer die, worden de sociale verschillen ook weer heel duidelijk. Dus daar moet je ook nog weer over nadenken eigenlijk. Ja. Dat je daar ook rekening mee houdt. Het is een enorme, zoals we zeiden, een complexe vaardigheid. En ik vind het echt super mooi hoe jij dat doet in de klas en hoeveel kennis jij daarvan hebt vanuit de wetenschap. Dus super bedankt ook voor jullie lezing en voor jullie antwoorden. Nodig ik Jan weer uit om het af te ronden. Dank jullie wel. Hanna, ook hartstikke bedankt voor de heldere vragen die je gesteld hebt en doorgeven van de reacties van Zoom.